Heel goeie avond iedereen bij ons aan tafel. Hilde Krevits, Vlaams minister van Economie en Werk ook. En Koen De Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. Ze komen uitleggen hoe gevaarlijk een virus kan zijn voor de economie en wat bedrijven hier bij ons, want er zijn er die zeer ongerust zijn, wat die bedrijven eraan kunnen doen. Rudy Franks is er ook, net terug uit het Midden-Oosten. Met hem praat ik over de situatie en de oorlog in Idlib in het westen van Syrië. Bron van waanzinnig menselijk leed, dat zeggen de Verenigde Naties, niet mijn woorden. En van een soort ook van koude oorlog tussen Turkije en de Europese Unie. En de feministe vanavond in de afspraak, dames en heren, heet Sophie Lemaire. Een stad met, ik heb eens even geteld, 3.469 straten. En daarvan waren er tot een paar jaar geleden amper 70 naar vrouwen genoemd. Dat is niet veel, hè? Wat een totale schande. En maar dat heb jij dus kunnen rechtzetten de voorbije weken? Dat heb ik toch gepoogd, ja, in het voorbije jaar, om daar iets aan te doen. Ik vind van wel, ja. Ik had op voorhand heel veel schrik. Ik vroeg mij af in hoeverre kunnen we iets veranderen op een jaar tijd. Maar het blijkt dat je dat wel kan. Ik heb al zeer mooie voorbeelden gezien. We gaan ook een paar fragmenten laten zien eruit. Want straks begint het programma, hè, ja, dat je gemaakt hebt. Na de afspraak op Canvas. Ja. Welkom Sophie Lemaire. En welkom iedereen aan tafel. En welkom u thuis bij de afspraak. Maar eerst, wat kan een virus als corona doen met de economie? Nogal wat, blijkbaar, heb ik de indruk. De OESO, de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling, die zegt dat de wereldeconomie in gevaar is, jawel. De Vlaamse regering die heeft een werkgroep opgericht om de economie hier bij ons te beschermen en te ondersteunen. En dan kwam er deze namiddag nog dit nieuws binnen uit de Verenigde Staten. 10 o'clock Eastern, do we have news for you? Blake Berman, break it please. Federal Reserve, Stuart, will be cutting rates by 50 basis points. Federal Reserve cutting interest rates by 50 basis points, making a surprise announcement of a 50 basis point rate cut. Michael, when was the last time we had an emergency rate cut and by 50 basis points, which is more than the Fed might have done? The last time we had a surprise intermediate rate cut was 2008, in October of that year, as we were responding to the great financial crisis. Meneer De Leus, ik kan u niet doen alsof ik er alles van snap en ken, hè, want daarvoor zit u hier. Maar dit is wel groot nieuws, hè? Dit is groot nieuws, maar dit is ook niet volledig onverwacht. Nu, wat we op het einde van vorige week hebben gezien, de markten waren heel sterk naar beneden gegaan, 13% naar beneden. En dan is de Federal Reserve met een heel korte mededeling gekomen, de Amerikaanse Centrale Bank dus, en hebben ze gezegd, ja, wij zullen de situatie opvolgen en als het nodig is, dan grijpen wij in. Ja. Maar het heeft wel rechtstreeks met dat coronavirus heeft te maken. Rechtstreeks met dat coronavirus te maken en heeft vooral te maken met het feit dat die aandelenmarkt al zo sterk naar beneden is. Want je moet weten, in Amerika, daar is 25% van het vermogen van een gemiddelde Amerikaan is geïnvesteerd in aandelen. Dus als dat nog verder zou dalen, die aandelenmarkt, dan gaan ze natuurlijk schrik krijgen, gaat het vertrouwen weg zijn, gaan ze minder consumeren en dan ga je dus echt wel een vicieuze cirkel krijgen, gewoon omdat het gebrek van vertrouwen er is. Vandaar dat ik denk dat ze vandaag hebben ingegrepen, maar ik vind het eigenlijk de timing niet goed. Nee, waarom niet? Ik vind, men wist dat de Fed klaar stond. Maar door dat nu onmiddellijk te doen, ja, zoals men daar zegt, wanneer is dat nog eens gebeurd? Ja, bij die heel grote crisis in 2008. Ja, ze doen alsof we al in een economische catastrofe zitten. Weet je waar we het hier gisteren over gehad hebben? Dat de paniek dat je het groter maakt, mevrouw Krevits? Want ik zie je ook al met de ogen rollen, want het is een gevaarlijk manoeuvre. Ja, we moeten echt wel oppassen nu wat we doen. Vlaanderen is ook heel sterk gericht op export ook voor de economie. Ja. Er komen nog heel veel goederen bij ons binnen. Maar dus deze ochtend op het overleg met de werkgevers en de werknemersorganisaties was vraag nummer 1. Wil je alsjeblieft zeggen dat mensen die zich goed voelen, gewoon komen werken, dat men niet preventief thuis moet blijven. Maar, want als iedereen nu preventief thuis blijft, dan stort het ook allemaal in elkaar als een kaartenhuisje. Dus we moeten echt wel voorzichtig zijn dat we hier proportioneel handelen. Want zij hebben er last van, de bedrijven, zegt u? Ja, absoluut. Dat was de eerste vraag. Zowel van de grote bedrijven als van de kleinere bedrijven, maar ook van de vakbonden. Die zeggen, wij krijgen zoveel vragen van werknemers, van mogen we wel naar ons werk gaan? Is het niet beter dat we thuis blijven preventief? Het antwoord is nee. Er zijn geen redenen om thuis te blijven. Ga werken. En er zijn door onder andere minister Beke richtlijnen uitgevaardigd, 7 raadgevingen, wat je moet doen op je werk, hoe je iets voorzichtiger moet zijn in het handen geven, in de handhygiëne. Ja.
verdienen. Maar er is geen reden als je je goed voelt om niet te gaan werken. Integendeel, ja, het werk moet ook wel gedaan worden. Ja. Dus als de OESO zegt de wereldeconomie is in gevaar, dan heeft dat misschien ook met dat soort van paniek te maken dat misplaatst is. Of begrijp ik dat goed? Maar het zijn twee zaken. Dus, dat is één element natuurlijk. Het andere element is dat wij in Vlaanderen bijvoorbeeld wel afhankelijk zijn van onderdelen van producten die uit China komen. Het is ongelooflijk hoeveel handel wij drijven met Italië, Noord-Italië ook. Dus echt de getroffen gebieden. Dus veel bedrijven hebben nu nog stocks. Maar stel dat die stocks opgeraken, ja, dan kan je in een situatie komen dat je gewoon je werk niet meer kan doen, je productie moet stilleggen. En ik hoop dat het niet zo ver moet komen. Ja. Maar we hebben toch een rondvraag gedaan deze ochtend. Er zijn wel wat knipperlichten, ook vandaag al. Ja, want kan u eens uitleggen hoe dat nu werkt? Hè? Want oké, we zitten met een virus en het is wel een beetje ernstiger dan de griep, maar ook niet zo heel erg veel. Maar dan plotseling wordt de rente verlaagd, de wereldeconomie is in gevaar. Hoe zit dat in elkaar? Hoe werkt dat systeem? Wel, je hebt eigenlijk vier kanalen langs waar dat je negatieve effecten zou kunnen hebben. Zoals mevrouw Kovits al heeft gezegd, die supply chain, die aanvoerketen, die is in gevaar. Wanneer dat er heel wat producten moeten komen vanuit China die verwerkt worden in onze producten en dan terug uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld als we nu kijken naar Duitsland, en dat is dan indirect gelinkt, heel veel van die auto's die in Duitsland gemaakt worden, daar zit heel wat Chinees materiaal bij, Chinese dashboards, een Chinese chip en dergelijke meer. Ja. Nu, als een van die producten er niet is, ja, dan rollen die auto's natuurlijk niet meer van de band. En dan stopt die productie, maar dan stopt de productie ook van de toeleverancier van België, die naar die grote autofabrikant in Duitsland aan het gaat leveren. En dus heb je dus de directe link, waarbij dat je producten vanuit China niet meer krijgt. De indirecte link, waarbij dat jouw klant zijn producten van China niet meer krijgt. En dat is dus die global supply chain als gevolg van de globalisatie, die eigenlijk maakt dat we heel gevoelig zijn voor catastrofes, zoals Fukushima, zoals nu ook deze epidemie. Maar ook omdat het net China is, waar natuurlijk heel veel geproduceerd wordt. En dus dat is wel een belangrijke factor. China, en dan heb je natuurlijk ook Zuid-Korea, heb je ook Japan, die toch wel serieus getroffen is. Maar dat is één kanaal. Je hebt natuurlijk ook nog een paar andere kanalen. Een ander kanaal is natuurlijk de verkoper in China zelf. Als we gaan kijken, bijvoorbeeld Volkswagen, BMW, 50% van hun verkopen van wagens zit in China. 50%. Mm-hmm. Apple heeft al een winstwaarschuwing de wereld ingestuurd omdat ze 25% van hun iPhones in China verkopen, nu dus niet meer verkopen. Mm-hmm. Dan heb je nog het derde kanaal, dat is dan consumentengedrag. En zoals mevrouw Kervits zegt, ja, we moeten oppassen dat we hier geen paniek scheppen. Want ja, dan ga je zien dat de mensen niet meer naar de restaurants gaan, dat ze niet meer naar de pubs gaan. Wat zegt u, dat is nu al het geval? Ja, deze ochtend, de effecten op toerisme zijn heel duidelijk meetbaar al. Collega Zuhal Demir heeft ook maatregelen genomen, omdat er komt eigenlijk bijna niemand meer uit China. Zij had budgetten voorzien om promotie te maken in China om naar Vlaanderen te komen. Zij zal die budgetten heroriënteren, omdat mensen uit Nederland of uit Duitsland nu misschien niet die grote reizen gaan doen, maar net bij ons meer kunnen doen. Maar we hebben schitterende tentoonstellingen. Als ik dan op een bepaalde dag hoor dat ik denk het Louvre een hele dag dicht gaat, dan denk ik, oei, wij zitten hier ook met de Van Eyck tentoonstelling. Het kan toch niet zijn dat al die evenementen nu plots geen bezoekers meer trekken, omdat men bang is dat men zal besmet worden. Dus we moeten echt vermijden dat we daar te veel in overdrive gaan. Is dat ook een onbewust proces van de consument, die in dergelijke gevallen wat toch wat angst met zich meebrengt, wat onzekerheid, dat je dan minder gaat consumeren, onbewust? Je gaat misschien minder buiten gaan. Nu moet ik zeggen, bij de restaurants, ik probeerde dit weekend ook naar het restaurant te gaan. En ik heb zaterdag beginnen bellen. Ik heb toch een uur moeten rondbellen voordat ik een restaurant binnengeraakte. Zo erg is het eigenlijk nog allemaal niet. Maar het is inderdaad, ja, eenmaal dat die media daarop springt en waarschuwt. En ja, dan is dat een vicieuze cirkel en die stop je niet meer. Maar zoals u ook zei, het vertrouwen. Bijvoorbeeld een school dichtlaten. Maar wat voor economisch effect dat heeft, dat is enorm. Er zijn natuurlijk ouders die dan moeten thuisblijven, wil dus zeggen dat het bedrijf in problemen komt. En dan kom je natuurlijk in een echte vicieuze cirkel waar je nog heel moeilijk uit geraakt. En dan is een recessie of een halvering van de economie zeer dichtbij. Hebben jullie de indruk dat jullie zelf of mensen in jullie omgeving dat er toch enige voorzichtigheid is? Ja, laat ons zeggen, naar buiten komen of dingen doen of dingen kopen. Want ik zeg het, ik vraag me af of het vaak geen onbewust proces is voor een stuk. Hè? Ik ervaar het totaal niet. En dat vind ik zo vreemd deze dagen, om te merken dat die berichtgeving
er is en dat er gezegd wordt dat er een angst is. Maar ik ervaar ze niet, ik voel ze niet. Ik zie ze ook niet bij de mensen om mij heen. Behalve de moppen als iemand binnenkomt en kucht. Ja. Dat er dan zes man zegt, ah, corona. Ja. Dus ja, het is zo'n soort spook dat in de kamer waart, maar dat je niet kan vastgrijpen of dat je niet kan... Ja, wat is het echte probleem? Het is heel moeilijk om het te benoemen. Hè. En daar, denk ik, zit je zo wat vast tussen de berichten van scholen gaan dicht, evenementen worden afgelast en tegelijkertijd jezelf niet zo ongerust voelen. Maar in het geval van de Argentinen, dat is heel goed, denk ik, op gereageerd. De school gaat niet dicht, er is gecommuniceerd met de ouders. Dus ook daar is het echt zaak om proportioneel te handelen. En je moet natuurlijk kiezen. Nee, deze ochtend hadden we er rond de tafel met de bedrijven, ze hadden dat zelf gevraagd, en de vakbonden. De pers vraagt dan, mogen we erbij zijn? Ofwel zeg je dan, nee, jullie mogen er niet bij zijn. En dan is het van, ja, ze hebben achter gesloten deuren een vergadering. Dan denkt men van, wat is daar besproken? Dus je laat dan de pers binnen. Maar het nadeel is dat je dan natuurlijk het evenement weer in de media brengt. Dus dan kan men ook denken van, oei, het is toch wel belangrijk. Dus je zit nu in een fase waar het heel moeilijk is om goed te doen. En waar je permanent moet afwegen van, hoe handel ik ook hier nu, we hebben het hier ook in de uitzending over, maar het is wel belangrijk dat je... Ja, maar ik kom eigenlijk ook om te duiden van, men weet heel goed wat de effecten zijn, maar het is echt van belang dat we proberen, zoals u zelf ook zei, ons zo gewoon en normaal mogelijk te gedragen met een aantal extra voorschriften. Mag ik dan concluderen dat dat de belangrijkste taak is van die taskforce samen te brengen? Zegt u misschien kort eens, wie zit daar nu allemaal in en wat is de initiële bedoeling ervan? Ja, dus er zijn vragen gekomen van de organisaties van bedrijven om toch bij elkaar te komen en de vinger aan de pols te houden. Wallonië heeft dat ook gedaan trouwens. Mm-hmm. Dat is heel nuttig om een tour de table te doen. Ook de vakbonden doen dat, omdat je zo per sector eigenlijk kan overlopen. Bijvoorbeeld de containersector. Hoe zit het? Ja, er zijn veel minder containers die aankomen in de haven van Zeebrugge, bijvoorbeeld. Hoe zit het met de luchtvaart? Hoe zit het bij de toeristische sector? En je kan heel veel leren. De sociale economie was bijvoorbeeld aanwezig deze ochtend. Ze zeiden, ja, maar bepaalde producties die nu niet in... Bijvoorbeeld het assembleren van producten dat normaal in China gebeurt. Onze sociale economie in Vlaanderen heeft capaciteit. Ze hebben cleanrooms. Dus misschien kan je een aantal lijnen wat korter maken. Dus ook voor zo'n zaken is zo'n overleg zeer nuttig om net te werken aan korte termijn oplossingen voor de problemen die er mogelijkerwijze zijn vandaag. Goed. Ik wil even een voorbeeld eruit halen. Een bedrijf dat donderdag was het, in het journaal zat over de export naar China. Chocoladebedrijf. Sedert een drietal weken, eigenlijk vrij vroeg, kregen wij de meldingen dat onze verschepingen per vliegtuig en ook met de boot niet meer konden doorgaan, omdat onze goederen ginder niet meer in ontvangst konden genomen worden. Ik kan u zeggen dat wij deze maand bijvoorbeeld geen enkele bestelling gekregen hebben van China, terwijl we daar toch gemiddeld 1 tot 2 containers naartoe kunnen sturen. En ook zien we dat een aantal van onze klanten in andere landen, zoals Hongkong, Taiwan, Singapore, niet meer bestellen. Spijtig genoeg hebben wij deze week toch al economische werkloosheid moeten invoeren voor onze arbeiders. Ja, mooi voorbeeld wel van waar dit over gaat, neem ik aan. Ja, en ik heb nu nog wat contacten in China, omdat ik daar 2 jaar geleden een studiereis heb gedaan naar China. En het is effectief zo, wanneer je naar de shoppingmalls gaat tot een week geleden, die zijn leeg. Als je naar bars gaat, als je naar op straat gaat. Ja, een contact van mij die moest naar een vergadering gaan. Eer dat hij naar zijn plaats was waar hij moest zijn, werd hij 4 keer tegengehouden door... Ja, dat is niet de politie, maar mensen die jouw koorts beginnen meten. Dus ja, die angst die zit er daar nog altijd wel zeer, zeer stevig in. Dus dat daar inderdaad geen afname meer is van luxeproducten, want dat zijn luxeproducten in China. Mm-hmm. Ja, dat geloof ik best, want de mensen komen niet mee naar die winkels. Hoe erg kan dat zo'n bedrijf raken? Dat valt natuurlijk te zien hoe zwaar dat die export naar China, hoe zwaar dat weegt. Ik denk dat dat redelijk beperkt is, maar ik denk dat de actie die jullie ondernemen met die taskforce, dat die zeer goed is om te zeggen, kijk, als het water aan de lippen staat, weet dat we overbruggingskredieten geven, weet dat we misschien onze belastingen uitstellen van sociale zekerheidsbetalingen. Is dat ook de bedoeling? Ja. Want ik dacht net te vragen, wat kan je bijvoorbeeld heel concreet voor zo'n bedrijf doen? Ja. Dus federaal minister Nathalie Muilen heeft al economische werkloosheid mogelijk gemaakt. Mm-hmm. Dus de coronabesmetting nu wordt beschouwd als overmacht voor een bedrijf
waardoor het kan zijn dat mensen op economische of technische werkloosheid gesteld worden. Maar natuurlijk, dat betekent dat mensen minder loon hebben op een moment dat misschien niet goed uitkomt. Maar dat is al beslist. Dat is goed dat dat bestaat. Wij in Vlaanderen laten toe als bedrijven de gevolgen van zo'n omstandigheden in moeilijkheden komen om tijdelijke overbruggingskredieten te geven of waarborgen te verlenen. Er is ook gevraagd deze ochtend om de banken eens samen te roepen om toch heel goed voorbereid te zijn op mogelijke effecten en soepel te kunnen inspelen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere mogelijke maatregelen overlopen, maar eigenlijk was er geen vraag van geen enkele partner om nu extra maatregelen te nemen, maar wel om een klankbord te zijn en ook een overlegorgaan te installeren om dan ook bijvoorbeeld, morgenochtend is er een overlegcomité om met de federale overheid ook te overleggen en te kijken... Kunnen er of moeten er extra maatregelen genomen worden? Het idee dat er voor hen gezorgd wordt natuurlijk ook een beetje. Meneer De Leus, ik wil nog vragen, want als we spreken over de wereldeconomie, dat gaat ook over ons, mensen die geen bedrijf hebben. Gaan de gewone burgers dat op termijn voelen in hun portemonnee? Wel, in principe niet, als dit gewoon een pandemie is die onder controle blijft. Dan denk ik dat het economische effect daar redelijk beperkt kan zijn. Nu, er zijn nog niet zoveel pandemies in het verleden geweest waar we gezien hebben dat het economisch effect dramatisch is. Als ik echt heel ver terugdenk, dan zitten we met de Spaanse griep. Dat is dan 1917. Ja, ik ben echt wel eens in de geschiedenisboeken gaan kijken. Je hebt goed gestudeerd, ja. Voilà. En dan waren er... maar dat was dan één... Congressional Budget Office, dus een denktank in Amerika, die had berekend dat 90 miljoen Amerikanen waren besmet, 2 miljoen mensen zijn doodgegaan en dat is een negatief effect geweest van 4,5% van het BBP. Dus dat is een stevige recessie. Ja. Maar meer ook niet. En dan heb je nog een tweede... En daar zitten we hier nog. Daar zitten we nog heel ver. Die 2 miljoen, daar zitten we nog heel ver vanaf. Ja. Natuurlijk, je moet altijd in het achterhoofd houden dat die global value chains, dus als gevolg van die globalisatie, we hebben overal linken, dat die er vroeger niet waren. En dat is hetzelfde met de epidemie in 1957 en 1969. Toen waren er ongeveer 100.000 doden, wat nog altijd veel meer is dan nu. En toen had je zelfs maar een economisch neergang van 1%. Maar daar ook weer al met de caveat, dus met de valkuil, dat hij geen global links had. Die value chains, die zijn toch wel zeer belangrijk. Die producten die aangeleverd worden door China en doorgevoerd worden door België, dat is toch als ergens de keten doorgeknipt wordt, dan wordt het pijnlijk. Die groeivermindering wat nu vooropgesteld wordt, want ik lees dingen van 0,5 procentpunt tot 1,5%. Hoe schat u dat in of is dat heel moeilijk om te zeggen? Wij verwachten bijvoorbeeld dat we in het eerste kwartaal voor België dat we effectief naar een licht negatieve groei gaan. Maar dramatisch dat natuurlijk ook weer niet. Zolang dat we die bedrijven die in de problemen zijn het hoofd boven water kunnen houden, eenmaal dat er een herstel is, eenmaal dat alles onder controle is, dan ga je zien dat die economie bijna een V-vormig herstel heeft. En oké, dan over het hele jaar zal je misschien een 0,2, 0,3 procentpunt aan groei missen. Maar daar blijft het dan ook bij. Dus daar is echt geen man overboord. Gaat dat niet veel geld kosten aan de overheid? Om die maatregelen te kunnen financieren als iedereen wil gesteund worden? Ja, maar natuurlijk, als je zegt het coronavirus wordt ook is een overmachtssituatie voor een bedrijf als er niet meer kan geproduceerd worden. Dat is vrij logisch dat je dat doet. Dat is een maatregel die eigenlijk al bestaat. Als het gaat over waarborgen of overbruggingskredieten, ja, dat wordt nadien wel geregeld. Dus zoals meneer zegt, we moeten er vooral voor zorgen dat bedrijven niet over kop gaan door wat nu gebeurt. Want dat is ook nefast voor alle mensen die werken in het bedrijf. Dus je moet dat stabiel houden. En maar centen zijn er wel wat er is tijdelijk. Ja, als je waarborgen verleent, is een waarborg die je geeft, die wordt niet altijd gebruikt. Als je een overbruggingskrediet geeft, wordt dat meestal ook wel terugbetaald. Dus daar worden altijd modaliteiten over afgesproken. Als je met banken afspraken maakt over rentevoeten, dat kan ook. Dus, maar we krijgen als overheid, als return, veel meer als een bedrijf goed draait. Dus je moet zorgen dat door die moeilijke periode kan gewerkt worden. En daarna herstelt zich dat. Dat hebben we in het verleden ook gezien. Herstelt zich dat zeer snel. Zeg, mevrouw Krevits, zou het dan niet heel handig zijn dat we een federale regering hebben? Zie je ogenblikken. Je kunt het niet laten. Geen nieuws op dat vlak? Geen nieuws, maar ik stel wel vast, sinds de feiten dat er heel veel overlegcomité's zijn, dat er heel constructief gewerkt wordt. Dus misschien bloeit daar ook wat moois tussen de regionale regeringen en de huidige federale regering. Door alle miserie misschien? Wel, in zo'n situaties kan je het
echt niet permitteren om politiek te gaan kibbelen. Dus ik vind het heel belangrijk dat we dezelfde informatie geven, goede afspraken maken en zorgen dat we alles doen wat we kunnen voor de volksgezondheid en ook voor onze economie. Maar meer ga ik niet loskrijgen vanavond, hè? Maar dat had u ook niet verwacht. Nee, dat had ik niet verwacht. Goed, dank jullie wel allebei. Iets heel anders. Het gaat ook over schade, maar dan van een heel andere orde. Het zijn beelden uit Idlib in het westen van Syrië, dichtbij de grens met Turkije. En je zou denken dat daar intussen niks meer is om kapot te schieten en te bombarderen. Maar helaas, u hoort het, weerzinwekkend geweld, zeggen de Verenigde Naties. En dan krijg je dingen als dit, hè, ouders die plastic moeten verbranden, ook om hun kinderen te kunnen verwarmen. En 3 miljoen mensen die nu geprankt zitten in een vluchtelingenkamp of op een andere plek ergens tussen Idlib en de grens met Turkije. Want die grens die houdt president Erdogan, de president van Turkije, wel gesloten. Rudy, het is een bron van veel miserie wat daar gebeurt, tot ver buiten Syrië. Maar laten we toch daar beginnen. Ik ga eerst de kaarten nog eens bijhalen, zoals we vaak doen. Hè, want we zijn 9 jaar bezig en het gaat maar voort. Wie blijft er nog over, zou ik eerst durven te vragen, om nog oorlog te voeren? Je hebt het leger van Assad uiteraard. Ja. En schets eens de situatie daar. Wel, zoals je op de kaart kan zien, je hebt dus eigenlijk de vluchtelingen die aan de grens van Griekenland en Turkije zitten. Dat zijn niet de mensen uit Idlib zelf, maar dat zijn die bijna 3 miljoen of meer vluchtelingen die al in Turkije zaten, die uit Syrië komen. Mm-hmm. Die worden nu weer verder gedreven richting Europa. Die worden als een soort van chantagemiddel gebruikt in Syrië zelf. Je hebt het noordoostelijk deel van Syrië. Dat is dan het gele deel waar de Koerden zitten. En dan in het noordwestelijke deel. Daar heb je nu waar het om draait. Dat kleine groene vlekje is eigenlijk de provincie Idlib, waar sinds 8 jaar nu al en bij elke belegering de voorbije jaren werden mensen naar daar gevoerd, afgevoerd. Hè? Mm-hmm. Je had 1,5 miljoen mensen die er al woonden. Er is 1,5 miljoen mensen bijgekomen. Vluchtelingen van elders. Vanuit Aleppo. Herinner u de belegering van Aleppo? Mm-hmm. Herinner u de belegering in Damascus? Mm-hmm. Al die mensen werden op bussen gezet die zich verzetten of die protesteerden. Juist. Of die om te overleven gewoon. Die werden naar daar gevoerd. Er is dus 1,5 miljoen bijgekomen. In totaal zit je daar nu met 3 miljoen mensen. Dat was de laatste enclave van het verzet tegen het regime van Assad. Ja. En de Russen. Die worden nu belegerd. Wat de Turken daar afgesproken hadden vorig jaar, was om een soort van vrijhaven, zone te creëren, die daar eigenlijk niet zou aangevallen worden. Met Turkse soldaten die daar op een bepaald gebied aan de grens als een soort van buffer stonden, als observatiepost. Wat nu gebeurd is de voorbije 1 à 2 maanden, is namelijk dat Syrië, Assad, en eigenlijk als je realistisch bent, dan weet je dat dat er zat aan te komen. Assad wil zijn hele land terug veroveren. Ook dat kleine stukje. Nog. Ook dat kleine stukje met die 3 miljoen mensen. Dat wil dus zeggen dat hij die beginnen aanvallen is. Die Turken zaten in het midden. Er zijn de voorbije weken, ik denk in de 60 Turkse soldaten gestorven. Mm-hmm. Turken hebben dan gedreigd met, en ze zijn eergisteren met een lenteschildoperatie begonnen om soldaten naar Ginder te sturen, waardoor het een geopolitiek groot conflict krijgt te worden tussen Rusland en Syrië aan de ene kant, Turkije aan de andere kant. Schets die verhoudingen nog eens. Hoe zit het met de Russen en Assad intussen? Is die band nog altijd heel, heel sterk? Zijn de Russen nog mee aan het? Want ik herinner me ook dat je zei... Ja, dat is een schizofrene verhouding. Hè? Want aan de ene kant heeft Erdogan een soort van puppetmaster. Zo proberen de NAVO tegen Rusland uit te spelen. Hè, en dan, maar aan de andere kant, Rusland is de bondgenoot van Syrië, van Assad, waar Erdogan dan zijn hand wil voor een stuk opleggen. Hè. Erdogan wil een deel van Noord-Syrië controleren. Hè. Hij steunt ook de islamitische rebellen. Want laten we vooral geen... Ja, er is geen wit en zwart in dit... In dit wel, wie want oké, we hebben nu het leger van Assad, het Turkse leger, wie nog? Ja, in want dat gebied... IS was zogezegd verslagen. Om daar cijfers op te plakken, daar zitten zo'n 20.000, give or take, een paar duizend jihad-rebellen van... die van THS, die van HTS, sorry, Hayat Tahrir al-Sham, dat zijn dus de opvolger van Al-Qaeda in Syrië, zeg maar. Okay. De concurrenten van IS. Dat is, en er zijn ook een 25-tal Belgen bij trouwens. Ja, dat stond vandaag ook in de markt. Mensen zijn dat vergeten. Niet alle Syrië-strijders zijn naar IS getrokken. Er zijn er ook enkele tientallen die naar daar gegaan zijn. Naar de concurrentie. Naar de concurrentie. En dus die, ja, dat zijn jihadis. Mm-hmm. Punt. Dus ook diegenen die vanuit die andere belegerde steden naar daar gevoerd zijn, zijn ook jihadis bij. Dus bij elkaar heb je daar 20.000 Al-Qaeda-achtige jihadis. Maar je hebt ook nog een 20.000 à 30.000
van milities die door de Turken gesteund worden. Dat zijn ook islamitische rebellen. Rebellen ook. Zijn dat de rebellen waarmee het toen 9 jaar geleden begonnen is, zo'n beetje? Waar het mee begonnen is, maar die in de loop der jaren geradicaliseerd zijn ook, die ook oorlogsmisdaden gepleegd hebben. Ik bedoel, er zijn ook gruwelijke beelden van buiten gekomen. Dus daar zijn geen mensen of weinig met proper handen bij die strijdende partijen. Waar het mij om te doen is, is natuurlijk die 3 miljoen vluchtelingen die daar zitten. Mm-hmm. En die 3 miljoen die al over de grens in Turkije zitten. Ja, zijn het, want hoeveel vluchtelingen? Het zijn, nog, ja, het zijn geen 3 miljoen vluchtelingen, nee. Het zijn ook mensen die daar... Ja, je had 1,5 miljoen dat er al woonde. Ja. Ja, die worden nu ook verdreven omdat er bijna genadeloos bombardementen worden uitgevoerd. Ja. En dat is het absurde. Ik heb de cijfers er eens bij gehaald. Ik probeer nu al heel die oorlog lang bij te houden gewoon wat we zouden oorlogsmisdaden noemen. Want we hoorden nu de voorbije maand weer dat er ziekenhuizen gebombardeerd worden, dat er scholen, dat er eigenlijk kinderen een groot deel van de markten ook, hoor ik. Markten. Dat gebeurt vandaag nog altijd. Dat gebeurt nog altijd. En het door wie? Door Assad? Door iedereen? 90% van de bombardementen die je zou als oorlogsmisdaden noemen, los van IS, hè. In dat conflict gebeurt door Assad en deels ook door het Russische leger. Dat zijn bombardementen uit de lucht, dat zijn vaatbommen vanuit helikopters die gegooid worden. Maar ik heb de cijfers bijgehouden van Physicians for Human Rights bijvoorbeeld. 583 luchtaanvallen op medische infrastructuur. 916 dokters die gedood zijn. Ja, dat blijft maar gaan. Voor veel minder moet je normaal voor een oorlogstribunaal verschijnen. En dat is wat daar aan de gang is. Als je het hebt over puur... En statistiek zegt niet alles, hè, maar cijfers van heel die oorlog. Er zijn dus 3,6 miljoen zeg maar, Syrische vluchtelingen in Turkije. Want wij zijn wel boos op de Turken, omdat ze nu zeggen, ga maar naar daar. En ze spelen chantage met die mensen, op ons. Maar ja, ze zitten er wel. Hè. Allee, je zit wel met die vluchtelingen. Je kan ook niet je hoofd in de grond steken en het probleem. Maar wat zou een oplossing kunnen zijn? Wat ze nu gaan doen, dat is weer korte termijn. Hij gaat praten over enkele dagen met Poetin. Donderdag ja, is er een... En dan hoopt ze maar dat er een soort van safe haven, waar Erdogan van droomde, ook vandaar dat hij trouwens eind vorig jaar de Koerdenaar heeft aangevallen. Hij wil een soort van zone creëren waar hij vluchtelingen kan terugduwen. En daar hoeven we ons dan niet te veel van aan te trekken. Iemand gaat dat moeten betalen. Dus een van die zones was voorlopig eigenlijk Idlib. Daar zitten dus nu 3 miljoen mensen. Gekneld tussen de Turkse grens die dicht is en het oprukkend leger van Assad. En dat kan je niet doen. Als je de cijfers van Syrië zeggen heel bekijkt. Ik bedoel, Assad gaat winnen. Hè, maar dan ga je zien, en het is een vuil spel natuurlijk voor iedereen in die oorlog. Dan ga je met een land krijgen waar zo'n, denk ik, 13 miljoen mensen op de vlucht zijn. De helft daarvan is in het buitenland. En daar krijgen wij ook de gevolgen van. En zo'n 6 miljoen zit intern, zijn al 2, 3, 4, 5 keer gebombardeerd en telkens op de vlucht. Waar enkele honderdduizenden mensen gedood zijn. Dit is een van de grootste tragedies van na de wereldoorlogen. Alleen, ja, hoe komen we daarmee in het terrein? En Europa, dat is het jammere natuurlijk. Europa staat machteloos. Hè? Dus het is niet... Ja, het is geen vraag voor minister van Economie en Werk, mevrouw Krevits, maar hoe kijkt u daarnaar? Ik vind vanuit menselijk oogpunt, want dat mogen we ook niet vergeten, je moet ook kijken naar de mensen die gebruikt worden hier in de oorlog. Ik vind dat verschrikkelijk. Langs de andere kant, ja, de Europese grens, wij moeten de Europese grenzen bewaken, dat is Griekenland. Dus ja, je kan ook niet, als ik vandaag de commissie ook Ursula von der Leyen hoorde, ja, je kan niet anders dan ontzettend kwaad zijn, maar als ik kijk naar hoe mensen daar nu samen hokken in afschuwelijke omstandigheden en gewoon, wees het maar, een pion zijn of een slachtoffer zijn in een oorlog die al zo lang duurt, dat is afschuwelijk. Die machteloosheid is erg, maar wij kunnen daar niks aan doen. Maar eigenlijk, als je naar de kern gaat kijken, heeft Europa een veiligheidspolitiek en met migratie, dat is één aspect, maar ook met veiligheid en militaire politiek daar te maken heeft. Het hele Syrië-dossier is eigenlijk 8 jaar, 9 jaar lang aan zijn lot overgelaten en verrot. We hebben daar Hezbollah, Iran, Rusland toegelaten. Ik weet het. Het alternatief is militair, maar ja... Mag ik eens vragen, mevrouw Krevits, want ik weet niet wat uw idee daaromtrent is. We zijn nu als België tijdelijk lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, zelfs deze maand nog voorzitter. Kunnen we daar
iets aan doen of mee onze stempel op drukken? Op wat er in de situatie in Syrië gebeurt? Ook vanuit het standpunt van, kijk, het heeft ook een impact op Europa natuurlijk. Ja, het is heel moeilijk om nu te zeggen van, voilà, we gaan hier vanuit de studio zeggen hoe we het moeten oplossen. Ja. Dit kan niet. Rudy heeft daarnet ook geschetst hoe ingewikkeld het is. Maar het is wel iets waar we met z'n allen moeten mee bezig zijn. Want dit duurt al zo lang en je zal toch sowieso moeten ergens diplomatiek tot een oplossing proberen te komen. Maar we zijn er 9 jaar mee bezig. Het is afschuwelijk. En je wordt het op den duur, ik heb het er net ook aan u gevraagd, van, je wordt het bijna gewoon om het te zien. En dit is ook schandelijk. Ja, moedeloos. We hebben het verhaal verteld met Homs. Ik heb hier gezeten met Aleppo. We zitten hier nu met Idlib. Maar wat, militair ingrijpen? Ja, dat hebben we gedaan, maar dat levert ook niet. Zou het beter zijn zonder Assad? Want dat is ook een vraag die veel mensen zich durven stellen op dit ogenblik. Hè? Is het dan niet de complete chaos? Gelukkig moeten wij dan niet antwoorden. Hè? Mm-hmm. Nee, want... Dus... Maar het probleem is militair... Allee, ja, internationale politiek, it's a very dirty business. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, er zijn geen proper oplossingen. Nog één ding, Rudy. Bestaat de kans dat we spreken over 3 miljoen mensen aan de oostkant van de Turkse grens. Hè? De problematiek met Griekenland, dat is in Turkije aan de Griekse grens. Bestaat de kans dat van die 3 miljoen, dat daar toch een aanzienlijk deel van Turkije binnen geraakt? Want dan zit je misschien opnieuw met een stroom en dan heb je nog iets heel anders en dan zit Europa nog met een ander. Ja, maar Erdogan speelt ook voor een stuk bluffpoker natuurlijk. Hij zit met zijn eigen bevolking die ook begint te morren omdat er nu al tientallen soldaten, dode Turkse soldaten, in bodybags binnenkomen en dat er nu ook al zoveel miljoen vluchtelingen daar zijn die in hun eigen economie, zijn eigen economie, aan een hongerloon werken en ontwrichten. Dus hij wil dat ook niet. Hij gebruikt die eigenlijk als pasmunt om ons te chanteren en onder druk te zetten natuurlijk. Maar goed, ja, die mensen zelf hebben daar geen boodschap aan. Hè? Maar als ze er zijn, een Veerschaffendas vanuit Duitsland, dat gaat er niet meer komen, denk ik. Hè? Ik denk dat het van belang is dat we de toestand heel zorgzaam opvolgen. En het is ook heel logisch dat de grens met Griekenland, dat is de Europese grens, dus die wordt... Europa belooft of geeft nu geld. Is dat ja, maar er is ook ooit een akkoord gesloten. Hè? Dus ik wil dat toch ook wel meegeven. En dat is datgene wat nu gevraagd wordt. Dat aan beide kanten gerespecteerd. Dus ja, maar probeer het dan toch... laat ons daarop baseren. Je zult moeten proberen het op deze manier op te lossen. Want er zijn al zoveel onmenselijkheden gebeurd. Dit moet ooit eens ophouden. Maar dat is een existentiële uitdaging voor Europa om dit soort problemen aan de grenzen op te lossen. Oh. En eigenlijk de grote fout, ja, kun je zeggen, is van het feit dat we dat nooit vooruitkijken, van wat zich ver van ons bed afspeelt, dat op een of andere manier, vroeg of laat, krijgen we dat terug. Hè? Willy Klaas zei gisteren van op jouw stoel, Europa is veel te slap en het keert nu als een boemerang terug. Ik zie u knikken. Ja, nee, ik ben het daar volledig mee eens. En ik denk dat we inderdaad in de toekomst nog heel veel andere uitdagingen gaan kijken met die klimaatopwarming. We gaan een stroom hebben van immigratie vanuit Afrika, vanuit veel andere streken. En als we daar geen echt pasklaar antwoord op hebben, dan worden we overspoeld. En ik denk dat dit dan nog maar het begin is. Ja, maar overspoelen, ik weet niet. Ik wil ook niet, net zoals je bij coronavirus niet moet paniek doen, moet je dat ook niet bij dit doen. Dat denk ik nou niet. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk gewoon naar een menswaardige oplossing in hun eigen gebied zijn. Ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat we daar moeten vooral op inzetten. Het zijn dingen die we helaas hier aan tafel niet gaan oplossen. Wat we wel kunnen oplossen, dat is de vrouwenkwestie. Als het over straatnamen gaat, dus Sofie de Meijer. Dat gaan we overgaan. Ja, dat gaan we zo meteen doen. We gaan eerst kijken naar wat er in de rest van de wereld gebeurd is. Dit is niet op de afspraak. All right, welcome to health class, kids. Let's start it off with a little video. The miracle of childbirth. Praten over relaties en seks op school, dat is niet altijd evident. Niet voor leerlingen, maar ook niet voor leerkrachten. Classic. Ja, de laatste keer dat wij het over seks en zo hebben gehad bij een leerkracht tijdens C-leer was dat heel doof. Tegen mij hebben ze gezegd, hun dweil moet vochtig zijn. Benjamin Netanyahu lijkt na 3 verkiezingen dan toch weer op weg om zichzelf op te volgen als premier. En wie mocht het kunnen expliceren? Dan deze niet, hè, Bibi? Zoals Netanyahu genoemd wordt. Een hele straffe gast. Oh. Oh. And they have a dance.
First, Tom Steyer dropped out. Then, Pete Buttigieg ended his historic run as the first openly robot candidate. And we all know that once a gay guy sets a trend, white women aren't going to be far behind. So then Klobuchar dropped out, too. I think it's going to come down to our participation. Blijf in uw kot. Hey, this time, get out there and vote, you know? Ik meen het. Blijf thuis. Kom naar uw werk, moet zijn. Wat zei je? Kom naar uw werk, moet het ja, zijn. Ja, ja, ja. Het is waar. Wel als je ziek bent. Als je ziek bent, dat is wat ja. Minister De Blok wilde zeggen. Uiteraard. Goed, over een goede 10 minuten na deze afspraak kan u hier op Canvas met eigen ogen vaststellen dat de Vlaamse straten... Nee, ik moet zeggen, de Vlaamse straatnamen nooit meer dezelfde zullen zijn. Antwerpen. Een stad met 3.469 straten. En daarvan waren er amper 70 naar vrouwen genoemd. Dat is niet veel, hè? Dit is mijn moeder, Jan Brabants. Oprichtster van het prestigieuze Ballet van Vlaanderen. Zij verdient absoluut een straat. En ik kom vertellen over Dora van der Groen. Ja. Dus je hebt gewoon gebeld naar hier? Ja. Naar de luchthaven van Deurne. Ik wil graag leren vliegen. Ja. Wat zijn Paul, tot alles bij zelf? Ik 100 jaar zal ik binnen springen, hè. Zo meteen dus op Canvas. Sofie, het is zover straks. Ja. Zeg, hoe is het ook alweer begonnen? Ja. Het is al een tijdje geleden. Hè? Een jaar geleden. Mm-hmm. Toen was ik ook hier te gast. Dan heb ik een campagne opgestart waarbij ik enerzijds een vraag stelde aan burgemeesters en bevoegde schepenen en zo. Kijk eens in uw eigen stad of gemeente hoe de situatie is en of er ruimte is voor meer vrouwen op straat. Heb je een torenhout gepost? Ja, absoluut. Ja? Ja, het is bij ons op de gemeenteraad aan bod gekomen. Ah. De vraag is eigenlijk overal terechtgekomen. Ja. Tegelijkertijd hebben we een vraag gesteld aan het publiek. Van, vertel ons de verhalen van vrouwen die jullie het ere waard vinden. Omdat een deel van de vrouwengeschiedenis, een essentieel deel, is niet geschreven of is niet volledig geschreven. Dus we moeten ook een beetje te raden gaan bij de bevolking naar de verhalen die zij kennen. En dan hebben we die proberen samen te brengen. We hebben lijsten gemaakt van vrouwen die vergeten zijn, die nog geen plek hebben gekregen in het straatbeeld. Dan zijn we die gaan aanreiken aan de steden. We hebben in het begin gefocust op de grote steden van ons land. En zo zijn we een jaar lang aan het campagne voeren. Maar die cijfers nu daar in Antwerpen, dat zijn zonde cijfers. Hè? Ja. Jij was toch niet de eerste die... Nee, dat gezien heeft. Nee, zeker niet. Want ik heb ook in het voorbije jaar met veel verenigingen en activisten en zo gesproken die zelf zeiden van ik kwam in de jaren 70, had ik al een lijstje met 20 straatnamen ingediend daar. Maar toen wuifden ze dat weg. Ik denk dat we vandaag in een iets ontvankelijker klimaat voor dat soort vragen zitten. Er is een soort hernieuwd enthousiasme voor de vrouwenzaak. Ja. Waardoor ik denk dat de vraag misschien... Of misschien is het ook gewoon, als je de vraag voldoende herhaalt, dat er plots dan wel geluisterd wordt. Jij dacht, het is hier het moment. Ik ga het, zoiets, vastnemen. Wie was er in Tor? Want in Torhout is het ook nog niet al te best. Ja, we hebben al een paar vrouwenstraten die genoemd zijn naar vrouwen. Ja, Maria van Bourgogne is natuurlijk belangrijk geweest in Torhout. Maar dan is er ook een straat die de Margaretha van Constantinopelstraat heet. En dan denk ik, ja, als je in het eerste leerjaar zit, dan, je moet dat leren schrijven. Maar en dan zijn we er bijna. Want zoveel. Er is ook een wijk, Maria Assumpta, die dus een hele wijk naar vrouwen genoemd. Zo lossen we dat dan op. Ja, want ik ben een beetje stout geweest, mevrouw Krevits. We zijn eens gaan zoeken. Er zijn een paar nieuwe wijken inderdaad. Ja. En één die heeft namen van rivieren gekregen. Een andere wijk van schilders. Alleen maar mannen. Ik weet het. En een andere wijk alleen maar vogelnamen. Dus dat is ook nog werk. Ja, maar er is absoluut werk. Maar we hebben onze schepen die bevoegd is voor de commissie die de vrouwennamen of de mannennamen, de namen aan straten geeft. Want dat gebeurt in Torhout allemaal heel ernstig. Met een heel comité is er ook attent op gemaakt dat er toch wel wat meer aandacht moet zijn voor de vrouwenzaak. Ik vind dat ook wel erg eigenlijk dat we daar anno 2020 nog moeten mee bezig zijn. Maar die cijfers van in Antwerpen, dat is... Maar het is hallucinant. En het is zo makkelijk om een aantal vrouwen te vinden. Maar, dat is een mooi voorbeeld. Het is overal Ja, absoluut. Antwerpen scoort zeker niet het slechtst. Er zijn gemeenten waar geen enkele straat naar een vrouw genoemd is. Maar ook wel belangrijk, mochten we nu met z'n allen beslissen van we gaan onze straat alleen naar fauna en flora noemen, dan is dat goed. Dan is dat prima. Het probleem ontstaat wanneer je namen begint te noemen
Ja, dan moet de verhouding wel kloppen. Dus mochten we nu allemaal zeggen, we gaan die namen afschaffen, want het is te lastig om te schrijven, akkoord, dan doen we iets anders. Maar het probleem ontstaat natuurlijk als je allemaal mannen een plek geeft in het straatbeeld, op een sokkel zet, in een monument gaat vereeuwigen, en je doet dat niet met vrouwen, dan stuur je wel een bepaald signaal uit. Ja. Namelijk dat mannen hun verdiensten meer gezien worden, beter opgemerkt worden. En dat is een signaal dat wel, al is het misschien niet altijd bewust, maar je neemt dat wel mee als je opgroeit en je ziet overal die fantastische man en die indrukwekkende kerel. Dan denk je als jong meisje wel, misschien heb ik minder te aspireren. En daarom is dat wel belangrijk. Maar zit het probleem niet dieper? Namelijk dat je eigenlijk door al die mannen in de geschiedenis, al die eerste ministers, al die generaals, van allemaal venten, al die schrijvers, al die schilders, dat gewoon een geschiedenis lang eigenlijk een mannengeschiedenis beleefd hebben. Het is een totaal historisch onevenwicht dat inderdaad zo gegroeid is. Want je kan stadsbesturen vandaag moeilijk met de vinger wijzen voor het probleem dat er is. Want het is zo gegroeid. Vrouwen hadden niet dat spreekwoordelijke zitje aan tafel vroeger. Mochten niet studeren. Mochten geen job uitoefenen, konden dus de functies niet bekleden die we dan als eerbiedwaardig zagen. Maar door, als je in de geschiedenis gaat duiken, zie je wel dat vrouwen binnen de mogelijkheden die ze dan wel hadden, heel veel eervolle dingen gedaan hebben. En dat je dus niet per se een hoge functie moet hebben om een bijdrage te hebben aan de samenleving. Dat was eigenlijk mijn opmerking, want je hebt gelijk dat heel veel zaken in de samenleving vroeger door mannen... Ten onrechte, vooral, vooral duidelijkheid. Maar het hangt ervan af wat je als waardevol beschouwt. Ook 100 jaar geleden waren er vrouwen die met heel mooie dingen bezig waren. Je hebt net ook de schilders genoemd of de kunstenaars. En misschien hebben we daar gewoon te weinig naar gekeken. En is het goed dat we dat eens opfrissen? Trouwens, hoe langer we... Je moet gestorven zijn voordat je een naam kunt krijgen, maar... Er komen ook steeds meer bekende vrouwen. Dus er zijn ook veel vrouwelijke ministers dus later. Ja, maar vroeger, je mag dat niet alleen aan de politiek overmaken. Het gaat over iets wat je als samenleving wil. Als je een straatnaam geeft, dan wil je dat als samenleving toch wel herinneren. En dat zijn zowel mannen als vrouwen. Sophie heeft een paar mooie verhalen gevonden. Ik wil ze nog snel toch laten zien, ook dat de mensen een idee hebben van je programma. Annemie van Kerkhoven. Ja. Kunstenares uit Antwerpen. Zij is voor ons het verhaal van Clara Peters gaan onderzoeken. Clara Peters was een tijdgenote van Rubens. Een fantastische kunstenares. En zij is een pionier van het stilleven. Wat daar heel interessant aan is, is... zij schilderde niet het stilleven, omdat dat haar onderwerp... Van haar voorkeur was. Dat was omdat vrouwen in die tijd geen modellen mochten schilderen. Zij werden niet gevraagd om oorlogstaferelen te schilderen. Dus zij schilderde heel vaak vrouwen bloemen en stillevens. Daar wordt nu soms op neergekeken van de schilderessen van bloemen. Maar Clara Peters is wel de beste stillevensschilderes geworden die er te vinden is. En ze heeft een heel mooie kleine daad van... Verzet dan, tussen aanhalingstekens. Er is een portret, er zijn er zelfs twee, denk ik, waarop je in een tinnen kruik een weerspiegeling van haar ziet. Dus dat is toch haar signatuur, dat ze in een tijd waarin er voor vrouwelijke kunstenaressen geen plek was, toch zichzelf in dat werk zet. En dat kan je dan vandaag nog zien. Dus dat is het verhaal dat Annemie van Kerkhoven voor ons vertelt. In de trein en op het einde nog een mooie anekdote over Jan Hoed. Je mag zeggen wat je wilt, de kunstwereld is nog altijd een mannenwereld. Het is wel de kunstwereld die mij altijd erop gedrukt heeft, altijd van vrouwen tentoonstellingen. Of dikwijls aan mij werd gezegd, we hebben nu gekozen omdat we een vrouw moesten hebben. Allee, zo afrontelijk eigenlijk. Jan Hoed, die zei dan zo van, ja, kindje, kunst dat is eigenlijk niet voor vrouwen, zei hij. Eigenlijk, zijn... Vrouwen moeten kinderen hebben. Ik ben net oma geworden, dus ik vind dat wel. Zeg, heb je het idee dat buiten de prachtige symboliek die het met zich mee gaat brengen? Want welke straten komen er, wanneer kan je dat al? Heb je daar... Er zijn er nu al, dus sinds we begonnen zijn, zijn de steden in gang geschoten. En het voorbije jaar heb ik al op vele inhuldigingen mogen aanwezig zijn. Dus er zijn al straten ingehuldigd. En dat loopt nu door. Dus een deel zijn gewoon toezeggingen van we gaan dat doen in de komende maanden. Een deel is al ingehuldigd. En de stiekeme hoop is natuurlijk dat wanneer het programma ten einde is,
is dat het idee niet verdwijnt. Dus dat we wel een soort blijvende reminder hebben dat we ook vrouwen zouden kunnen eren. En ik hoop dat we dat met dit programma ook kunnen aantonen hoeveel verhalen er zijn. Is er al een Cyril Verschavenstraat die veranderd is in vrouwen? Ja, wel. Er zijn of is dat een gevoelig thema? Ja. Voor ons niet. Maar, sommige kringen. Sommige mensen denken van waarom moeten we nu straten afnemen van mannen? Maar daar zetten wij niet op in. Maar er zijn wel een aantal steden die het initiatief zelf hebben genomen. Helaas is daar een andere man voor in de plaats gekomen. Dus daar is dan nog werk aan de winkel. Maar een steentje heb je wel verlegd, denk ik, nu al. Hè? Ik hoop het. Ik hoop het. Bewustzijn is aangewakkerd. Zullen we gaan kijken, Sophie Lemaire? Zo graag, ja. Meer, spannend. Meer vrouw op straat heet het. Hè? Ja? Hoeveel afleveringen? 8. Vanaf vandaag 18 dagen. Vanaf straks, ja. We beginnen met Antwerpen. Dat is goed. Dank je wel voor je komst. Heel graag gedaan. En dank je wel ook mijn andere gasten. Dank je wel. Heel fijn dat jullie er waren. En u bedankt voor het kijken, dames en heren. Voilà. Meer vrouw op straat met Sophie Lemaire. Fijne avond nog en tot morgen.